Albanië op het vliegveld en werden wij door persoonlijke chauffeurs en Henk.eu werden wij geëscorteerd naar de residentie. Een heel mooi gebouw, een soort van een grote twee penthouse of iets. Uiteindelijk hebben we gegeten in een lekker restaurant. Hebben we daar even lekker wat gegeten en toen zijn wij teruggegaan naar de ambassade om vroeg te gaan slapen, omdat we vroeg op moesten staan. Ja, uiteindelijk werd het 3 uur. Ja, inderdaad, goed slapen. Maar we moesten in ieder geval om, hoe laat was het, 7:30 bij Top Channel zijn? Want we gingen een interview houden in Wake Up Albania. Vroeg een beetje Goedemorgen Nederland. Ja. Daar ging Liewe ging daar een klein interviewtje houden. Kreeg helemaal make-up en zo. En heeft even een klein interviewtje gehouden met nog Deense bandjes en Tsjechische bandje. Nog steeds lekker weer, dus even door de stad gewandeld. En toen hadden we de persconferentie. De persconferentie. In het Tirana International. Inderdaad, in een 5-sterren hotel. Nou, daar hielden wij een persconferentie. Liewe zat samen met Henk.eu voor aan tafel. Nou, toen hebben ze die persconferentie gehouden en heeft verteld over de band en hoe mooi het hiervan niet was en wat voor goed initiatief het dan niet was. Nou, en toen hebben we een biertje gedronken op een lekker terras in de zon. Een beetje door de stad gestruind, allemaal mooie gebouwen gezien, mooie meren. En gewoon Tirana, even een rondje Tirana gedaan, sightseeing tour. En toen gingen we terug naar de ambassade, want we hadden die avond een feestje, een penthouse party. We gingen naar de residentie van de Deense ambassade, de Deense ambassadeur. Die had daar een feestje georganiseerd voor de Deense bandjes en allemaal belangrijke tv-personages. En ja, dat feestje was wel vet strak. Ja. Daarna zijn we toen met z'n allen uitgegaan naar de ghetto. Ja, alweer gedronken met de Deense. Als je naar Albanië gaat, moet je zo uitgaan in Tirana. En daarna gingen we terug naar de ambassade. Gewoon erg gezellig, een beetje nakletsen. Iets te gezellig, waardoor we weer 4 uur werd. Tirana. Good morning Vietnam! Dit is Albanië, fucker. En toen zijn we werden geëscorteerd naar Top Channel. Top Channel Unplugged. Oh, dat was eerst ook wel. Ja, een soort van Top of the Pops was dat, maar dan gewoon iets te spelen. Daar hebben we een akoestisch subnummer gespeeld, Summer Breeze. En dat was ook vet leuk. En toen waren we net klaar en toen was direct gezegd van ja, we moeten direct doorgaan. We moesten namelijk naar Radio Rock. En dat is dus een protestradiozender en zo. Het was heel gezellig, er was ook een Ruben, een beetje gek, maar wel heel leuk. Tijdens de optreden sloeg je ook de hele tijd op tafel. En toen viel er een radio bier op. En toen waren we ons mentaal aan het voorbereiden op de grote optreden die avond. Waarvoor we eigenlijk waren gekomen, zeg maar. Taxi terug naar het podium. Beetje wat gegeten.
eten. Eerst even Albanese bandjes gekeken, want die waren zeg maar het opwarmertje. Toen kwamen er twee deze bandjes, Tsjechische band en wij. De straat, hele brede straat, stond vol met mensen en de techniek. En we hadden al een beetje gesoundcheckt en het geluid was echt supergoed. Supergoed. Ja. Als ze iets doen, dan doen ze het ook wel goed hoor. Ja, nou, losgegaan bij de Deense bandjes en Tsjechische bandje. Toen moesten wij spelen. Maar iedereen zat helemaal vol verwachting omdat ze ons op de radio hadden gehoord en op tv hadden gezien. Volgens mij wel een van de lekkerste optredens ooit. Ja, dat was echt een strakke show. En toen kwamen we daarna het podium af. Aan de zijkant stond er echt zo'n groep mensen en die wilden allemaal met ons op de foto en handtekeningen. Ja, we hebben iets van 3 kwartier handtekeningen staan geven. Ja. For the Collins and enjoy this show! Avond werd ook weer heel laat, maar dat was echt wel het hoogtepunt van de trip hoor. De volgende ochtend hadden we ook nog weer een interview op de radio, op Top Radio heet dat. Jip en Ayla gingen daar een interview geven en toen moest Ayla ook nog een stukje zingen van Summer Breeze, want dat super vond ze leuk. Zo leuk. Smell of pure summer breeze. Oh, really? Oh, okay. Beyoncé is very jealous now. Ja, en dat was het laatste waar we toen hadden. En toen kwam het moment van afscheid van Dorina en van Henk. Ja, dat en de Deense bandjes. En dat was echt heel jammer, want het was zo'n leuke 3 dagen, 4 dagen. Ja, we gaan het zeker weer doen. Wordt vervolgd. Wordt leuk. Ja. Doei. Ja. Maar die mag wel een tikje sneller, hoor. Titelhouder strijken ben in de gemeente Bedum.